Hallo mensen van GamesXL en welkom bij deze nieuwe video. En voordat ik ga beginnen, wil ik even zeggen dat dit een korte video wordt. Omdat mijn nichtje er weer is. En die gaat daar denk ik weer terug slapen. En dan komt ze hier boven liggen en dan, ja, dan ben ik gewoon stil. Dus ik ga een beetje bouwen hier aan. Misschien dat vanavond nog een livestreampje komt, dat weet ik niet, ligt eraan hoe alles gaat. Of mijn nichtje er nog is, of mijn nichtje gaat slapen en zo. Als ze gaat slapen, dan kan ik natuurlijk niet gaan livestreamen, want dan kan ze niet slapen. Ik heb gisteren een livestream gedaan. Heb ik vooral RS gespeeld, omdat ik daar weer een beetje teruggeslapen ben. Haha, grapje. Nee, maar dat is wel, die heb ik gewoon gespeeld en ik heb dit in gemaakt. Ik vind er wel ziek vet uitzien. En ik heb al een beetje plan in mijn hoofd hoe ik het dak en zo allemaal wil gaan maken. En ja, ik wil nu vandaag met jullie weer een klein beetje verder gaan bouwen hieraan. Dus laten we dat maar gewoon even gauw gaan doen. Ja. Oh, die moest eigenlijk niet. Maakt niet uit. Zo. Ja, mijn kanaal. Wauw, mijn kanaal gaat super snel, super goed. Ik heb nu al 682 abonnees. Echt super chill. Ik zou zeggen, op naar de 1000 jongens. Dat komt binnenkort nog wel, dat weet ik zeker. Ook wil ik iets zeggen over de... Oh, ik moet even kijken nog. Zo, over de nieuwe YouTube layout. Fuck YouTube. Echt, jongens, het spijt me, maar als jullie video's van mij niet te zien krijgen, dan komt dat doordat de nieuwe layout van YouTube bij abonnementenbox één grote lange rij is. Het is niet meer, zeg maar, dat je in zo'n ja, dat je hem eerst zag, zoals je het eerst zag, is het niet meer. Het is nu gewoon één lange lijn. Dus als ik iets te vroeg upload, dan... En al die anderen waar jullie op geabonneerd zijn, die uploaden daarna. Dan komt mijn video helemaal onderaan te staan. Dus daardoor krijg ik super weinig views. En dat, ja, dat merk ik nu zelf ook al. En dat is gewoon echt super balen. Dus ik wil jullie gewoon vragen om even die ene seconde te nemen om even op het duimpje te drukken. Want dat werkt gewoon. Want hierdoor komt mijn video in de hogere rang in de aanbevolen voor jou. Nou, daar kom je meteen bij. Daar krijg je echt veel views van. Ook, oh ja, het is gewoon beter als voor mij in ieder geval als jullie dat doen. Het lijkt me super vet als jullie dat ook echt gaan doen. Ik heb nog nooit echt gevraagd of jullie video's willen sharen via Facebook of zo, want dat hoeft voor mij echt helemaal niet. Maar nu die stomme update is, vraag ik toch of jullie één keer voor mij, wat vaker voor mij, video's willen sharen via Facebook of Twitter of mijn tweets te retweeten. Want het scheelt gewoon echt een enorm aantal views. En dat is, ja, dat is gewoon kloten. Want ja, ik doe dit voor jullie. En als jullie dan ja, mijn video's niet te zien krijgen, omdat anderen ook uploaden. Dat is heel normaal natuurlijk. Maar daar baal ik dan wel van, dat jullie dan mijn video's niet kunnen zien. Dus ik zou jullie ook aanraden om gewoon eventjes een Twitter-account aan te maken. Of als het niet mag, dan helaas. Maar gewoon even mijn Twitter te volgen. Want daarop kan je wel zien wanneer ik een video upload. En dat is gewoon up-to-date. En YouTube is nu gewoon met zijn layout gewoon echt alles aan het verneuken eigenlijk. Dus ja, het is aan jullie. Ik zeg niet dat jullie het moeten doen. Jullie moeten een Twitter-account maken en volgen en zo. Nee, dat hoeft allemaal niet. Maar ja, ik vraag wel gewoon even om, of even gewoon dat groene duimpje daar... Daar help je mij sowieso mee. En ja, alvast bedankt, denk ik. En ja, die Twitter-account, ja, dat moet je zelf natuurlijk weten. Ik kan jullie niet dwingen om een Twitter-account aan te maken. Want ik heb heel lang zelf ook geen Twitter-account gehad. Omdat ik er onzin vond. Maar ja, tegenwoordig heb ik dat ook. En daar zet ik altijd op wanneer ik een video upload. Of wanneer ik een keer ga streamen. Of dat soort dingen, zeg maar. Dat zet ik ook altijd op Twitter. Ook zet ik er wel eens dingen op van school. Of gewoon dingen, grappen. Of ja, gewoon privézaken. Die zet ik soms ook wel eens op Twitter. Dus dan kunnen jullie maar gewoon, ja, volgen. En ja, niet, ik wil niet zeggen in de gaten houden. Maar zeg maar gewoon op de hoogte blijven van mijn video's. Dus ja. Als dat jullie leuk lijkt, dan zou ik dat zeker even doen als ik jullie was.
Ik moet even eten. Maar ja, dat gezegd. Dankjewel YouTube voor de stomme layout. Mijn kanaal gaat er ook echt heel stuk achteruit. Ik moet een nieuwe banner gaan maken en al die shit. En ja, je hebt geen achtergrond meer. En ik vind dat persoonlijk super, super slecht. Want ja, de achtergrond... Kijk, als je naar een kanaal gaat en je ziet een leuk achtergrond, meestal denk je van, oh ja, dat is wel professioneel, ziet er wel uit. Dus dan denk je ook meteen, ja, die had goede video's. En nu zijn alle achtergronden zijn wit. Dus je moet je echt eerst naar de video's kijken. En dat vind ik op zich wel goed, dat ze echt naar video's moeten gaan kijken. Maar ik vind het gewoon jammer, want ik vond mijn kanaal vond ik gewoon leuk uitzien. En ja, dat gaat straks gewoon veranderen. Dat vind ik jammer. Dat vind ik echt jammer. Maar ja, weet je wat het is? Aan de ene kant is het ook wel begrijpelijk dat YouTube updates blijft doen. Want ja, het is hun bedrijf, ze verdienen eraan. En als ze geen updates gaan doen, of geen updates doen, dan, ja, dan gaat het bedrijf ook stil. Alleen ja, ik vind deze updates de laatste tijd een beetje kut. Als ik heel eerlijk mag zijn. Dus ja. Ik probeer even een paar lines uit te leggen. Zo. Oh ja, ik heb dit hout. Het was eerst gewoon hout. Dat heb ik vervangen met spruce wood hout. Omdat ik dat mooi bij het witte zie vind passen. Dus ja, ik had gisteren gestreamd. Daar had ik dat in gedaan. Ik stream laatst tijd ook af en toe RuneScape. EOC en wel eens 07. Omdat ik member heb, namelijk. Het is gewoon leuk. Kijk, het is... Mensen zeggen of de... RuneScape, sukkel. Maar... Ja. Dat is jullie mening. Ik bedoel... Af en toe vind ik dan nog gewoon wel leuk om te spelen gewoon. Net zoals Minecraft. Sommige mensen vinden Minecraft ook echt zoiets van... Minecraft? What the fuck? Hoezo speel je aan Minecraft? Nou, als je dat tegen jullie zegt, dan zouden jullie allemaal zeggen van... Ja, mond joh. Dat is gewoon een leuk spel. Kijk, dat heb ik nu ook met RS op het moment. Dus... Ja. Dat stream ik ook wel eens regelmatig. Ja, het is weer weekend, dus ik wil vandaag misschien ook weer gaan streamen als alles goed gaat. Als het kan. En als ik vandaag ga streamen, dan ga ik het op Twitter natuurlijk posten. Dus als je als eerste erbij wilt zijn, ja, dan moet je gewoon Twitter even in de gaten houden. Want ja, daar kan je als eerste op zien of ik wel of niet ga streamen. Want de video's die ik upload van ik ben live, die worden dan 14 keer bekeken tijdens de stream. Dus bijvoorbeeld, dan komen er 14 mensen. Maar kijk, als je dan op mijn... als je mij volgt dan op Twitter, dan weet je van tevoren al dat ik ga, dat ik ga streamen. Dus dan kan je alvast kijken en dan mis je gewoon de stream niet. En soms dan zie ik wel eens op die video's dan nadat de stream is afgelopen, als ik hem dan wil gaan verwijderen de video, want die video die laat ik nooit opstaan. Van hallo, ik ben aan het streamen, die verwijder ik altijd. Dan zie ik dat er een hele hoop reacties op een gegeven moment bij staan van... Ah shit, jammer, ik heb hem gemist, weet je wel. En dan denk ik van, ja, dat is inderdaad wel jammer. Want als mensen heel graag naar de stream willen komen kijken, dat vind ik leuk. En als je dan maar gewoon mij op Twitter volgt, dan ben je daar gewoon als eerste op de hoogte van. Dus vandaar. En nu alleen niet over streams, maar ook gewoon over mijn... ja, over mijn kanaal, alle uploads en zo. Die krijg ik gewoon op... die krijgen jullie gewoon op... Fuck. Meen je dit? Die kijken jullie gewoon op Twitter. Dus ja, mensen die me op Twitter volgen, die kunnen dat dan mooi zien. Zo. Dat was een hele hoop informatie in een paar seconden tijd. Een paar minuten. Kijk, ik vind hem op zich best leuk. Ik denk dat ik hem daar gewoon ploep, zo dicht maak. Eerlijk gezegd, denk ik. Hoe ver is deze uit elkaar? 1, 2, 3. Ik moet nog gaan kijken hoe ik dit met het dak wil gaan doen nog, want ja, dat gaat nu op het moment niet echt zo heel lekker, het dak. Kijk, want hij moet synchroon lopen met deze, volgens mij. Klopt dat? Ja. Dus. Hij moet daaruit komen. Nou. Het zijn er 1, 2, 3, 4,
5. 6 blokjes naar de zijkant toe. En deze staat goed. Als het goed is. Denk ik het wel. Ja, die staat goed. Maar deze niet. Deze moet hier uitkomen. Qua lengte. Voor het dak, zeg maar. Auw, dat was mijn nek. Kijk, want die moet natuurlijk gelijk lopen met deze. En die loopt hierheen. Kijk, die loopt precies zo. Of ik ga gewoon een plat dak maken, dat kan ook. Maar, nou, dat weet ik nog niet namelijk. Dat wordt nog even puzzelen in ieder geval. Ik ben even aan het kijken, hè. Oeps. Kom op. Zo. En dan 3. Oeh, dit gaat of net wel of net niet worden. Ik denk dat ik een deel van de rivier hier ook moet opvullen met dirt. Dat gaat nog wel even duren, denk ik. Dat ga ik nu ook nog niet doen. Ik heb nog wel wat dirt, gelukkig, maar... Oeh, ik heb nog maar 3, dat is... Huh? Oh, lekker. Hij moest zo, hè? Hier, en dan zo. Nee. 5, zo, ploep. Oké, ik moet daar weer hout gaan pakken. Maar ik wil deze video toch niet te lang maken. Dus ik denk dat ik hem nu ga afsluiten. Ik ga offscreen misschien verder als jullie dat niet erg vinden. Nee, dit moet weg allemaal. Dit klopt niet. Offscreen wil ik best wel een keer gaan bouwen als jullie het niet erg vinden. Omdat ik anders te veel episodes hier aan werk of zo, weet ik veel. Dan wil ik hem best wel een keer afmaken van de grond, zeg maar. Deze laag dan. Zoals die nu staat. En dan gewoon dichtmaken. En dan, ja, dan wil ik jullie allemaal gewoon bedanken voor het kijken naar deze video natuurlijk. Groen duimpje, dus zoals ik al zei. Het duurt 2 seconden. Het is echt kleine moeite voor jullie. Allemaal bedankt natuurlijk voor het kijken. Twitterlink staat altijd in de beschrijving, dus daar kan je altijd heen. Ja, dan check jullie allemaal weer de volgende keer. Creeper, jij gaat er af. Oh, je zit nog steeds op. Oké, dan niet. Oh, hij is eraf. Even kijken. Kan dit? Gaat het zo goed? Dun 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 dun. Dun 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 dun. Ah! Mooi. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!